We beginnen deze tekening niet met een potlood, maar met kwasten. De reden daarvoor is dat we... Ja, als je glas gaat tekenen is het niet handig om te beginnen met een potlood. Wat ik doe is, ik neem een grafietstift, dat is puur grafiet. Ik pak een mes en met dat mes maak ik, ja, schraap ik eigenlijk velsel van die grafiet af, zodat ik een grafietpoeder krijg. Ik gebruik hiervoor gewoon een, ja, het is een oud poederdoosje en daar maak ik mijn poeder in. Pak een vrij brede kwast, bijna een centimeter breed wel, en op die kwast breng ik dan de poeder aan. Nu gaan we beginnen. Ik heb een fles voor me staan, dus niet in beeld. En die fles die begin ik heel grof na te tekenen. Ik begin een beetje met de hals en dan ga ik zo langzaam naar de buik van de fles. En je ziet met deze poeder, ik probeer dus niet haarscherp die fles te gaan tekenen, maar alleen maar een benadering van de fles. Dus wat ik doe is, ik volg de vorm van de fles en ik probeer de donkerste stukken te pakken, waar de bodem komt. En waar je rekening mee moet houden met glas is, eigenlijk kijk je er dwars doorheen. En sommige delen van het glas, daar schijnt het licht niet helemaal doorheen. Die donkere delen zet ik dus in met dat grafietpoeder. Gewoon rustige bewegingen, kwastachtige bewegingen. En het enige wat je hoeft te doen is de donkere delen in te vullen. Op die manier word je niet geforceerd en raak je niet gefrustreerd als de fles niet helemaal compleet goed is. Ik veeg de poeiertjes en de kat even aan de kant. En nu ga ik met een hele brede kwast, ga ik eigenlijk het papier een beetje vuil maken. Ik wil, ja, met die brede kwast eigenlijk bereiken en met het vuil maken van dat papier, dat ik niet te geforceerd werk. De fles mag best een beetje krom of scheef zijn, dat maakt niet zoveel uit. En wat ik nu doe, is gewoon met een stukje papier en nog wat extra grafietpoeder op een vies doekje. Vanaf het papier op het tekenpapier wrijven en wrijven. Netjes langs de fles op. En wat je dan krijgt is eigenlijk nog meer vervuiling achter de fles, maar je ziet een tafel ontstaan. Ook onder de fles zet ik een beetje schaduw aan. Ik wrijf de achterkant wat uit en hier zie je mijn doekje. Eigenlijk meer een vies, maar vooral droog doekje. Ik pak nog steeds geen potlood, maar ik pak mijn gum. Gewoon een klein gummetje. En nu ga ik de lichtste delen op de fles aangeven. Dus ik ga nu wat van dat grafietvelsel, wat ik heb aangebracht, ga ik weghalen. Hierdoor zie je nu hele lichte delen ontstaan op de fles. Het ziet er nog steeds niet echt uit als een fles, maar langzaam maar zeker zul je zien dat de fles steeds meer vorm krijgt. Onderaan bijvoorbeeld zie ik ook een paar highlights en die neem ik eruit met de gum. Ook op het allertopje van de glas, van de fles bedoel ik, haal ik wat glimmers eruit en aan de zijkant. En toch zie je nu langzaam maar zeker een fles ontstaan. Nu is het tijd voor de potloden.
Ik heb potloden van verschillende hardheden en ik begin aan de linkerkant met een hard potlood in de H-klasse. Het enige wat ik nu nog hoef te doen is de donkere stukjes die over zijn gebleven aan te tippen. Ik overschrijf ze als het ware met mijn potlood. En de donkere gedeeltes maak ik dan iets donkerder. En nu ga ik ook de fles wat meer vorm geven, dus dat hij wat meer kloppend is. De hals staat vrij scheef in dit geval. Die ga ik gewoon een beetje rechter tekenen. Maak je niet te veel zorgen als het allemaal een beetje schots en scheef is, want het is maar een studie. Het is een glasstudie. Het enige wat ik doe, is de donkere delen wat donkerder maken. En als je de hele donkere gedeeltes tegen de lichtere gedeeltes wat zwart-wit afzet, dan begin je dat echte glaseffect te krijgen. Je ziet me hier wat hardere lijnen inzetten. En denk er wel aan, ik gebruik een H-potlood, dus nog niet eens een heel zacht potlood. Dat zou te scherp zijn. Dat zou pas voor later orde zijn als je echt heel realistisch glas gaat tekenen. En dat zijn we hier nog niet aan het doen. We zijn alleen maar bezig om de illusie van glas te creëren met hele simpele middelen. Dit is echt voor beginners. Zoals je ziet ben ik nog steeds bezig nu met het volgen van de schaduwen die ik al had gemaakt met de kwast. En nu zet ik daar wat hardere lijnen in met dat H-potlood. Ik kijk elke keer goed naar de fles die voor me staat en die probeer ik gewoon na te tekenen. Het is allemaal bij benadering. Het is een heel leuk speels spel en het is eigenlijk een avontuur op zich. Normaliter teken ik liever dieren en dat soort dingen, maar het is ook wel eens leuk om gewoon met iets niet organisch bezig te zijn. Ook de tafel van de lijn maak ik hier wat scherper, zodat hij er wat beter uitkomt. Gewoon door met dat H-potlood de lijnen te volgen die ik al had gemaakt. Zoals je ziet is mijn gum behoorlijk vies geworden. En je maakt deze schoon door er gewoon overheen te wrijven. Met je vingers. Dan kun je je gum weer helemaal bijna wit krijgen. En je ziet daar veel rommel van afkomen. Die haal ik altijd heel voorzichtig weg. Met die gum begin ik nu een glas te creëren. Dus ik maak alleen maar ronde cirkelvormen. En ik pak mijn vieze doekje weer. Want ik heb hier te weinig viezigheid onder om het pootje van het glas uit te gummen. Dus ik maak mijn vel gewoon weer vies. Ik pak mijn gum weer, ik maak hem even schoon. Dan ga ik dus de ronding van het glas maken. En dan trek ik het pootje met de gum vanuit het glas naar het voetje van de glas. Het zijn eigenlijk alleen maar cirkeltjes wat ik weggum. Je kunt dus gewoon weggummen uit de fles die je al maakte. En dan pak je een potlood en dan trek je even ongeveer de lijntjes van hoe het glas eruit zou moeten zien. Het is nog steeds met het H-potlood trouwens. Hier zie je hoe het voetje in de steel van het glas in het voetje van het glas gaat. En die lijntjes zet ik ook aan. Heel zachtjes probeer ik dus de lijnen van het glas, van de omtrek van het glas te tekenen. Je ziet de tafel een beetje door het glas heen schijnen. Dat is ook de bedoeling. En nou maak ik het glas weer een beetje vies, zodat ik daar weer in kan gaan werken. Dus ik pak weer wat poeder. En dan ga ik de donkere delen van het glas ga ik ook inzetten.
is echt geweldig leuk om te doen. En het is veel kijken. En aftasten. En het gevoel krijgen voor wat laat nou licht door en wat laat nou geen licht door. Je ziet wat schaduwen ontstaan nou. En het glas begint al tot leven te komen. Ik haal weer wat poeiertjes weg. En nu gaan we weer verder met het potlood. Ik volg weer de donkere plekjes die ik heb gemaakt met de kwast. En nu ga ik het glas scherper maken. Je ziet dat het licht van links lijkt te komen en daar hou ik me ook aan. Kleine donkere stukjes tegen hele witte vlakken maakt dat het glas glas wordt. En dit is geweldig leuk om te doen. Je ziet ook dat ik niet alle lijnen doortrek. Ik laat stukjes openvallen. Ik laat stukjes heel donker worden. Hier heb ik ook zoiets. Ik pak toch een lichtpuntje erin. Dus dan trek ik weer een klein beetje donkere eruit. En dan komt toch net de bodem van het glas wat beter eruit. Ik ga nu even toch nog wat meer schaduw erin zetten. En naarmate dat je bezig bent, kun je merken dat het eigenlijk steeds leuker wordt. Je kunt hier eindeloos op doorgaan natuurlijk. En het is gewoon, je kunt maar blijven wrijven. En je kunt toch weer dingen uitgummen. Je kunt lichtvallen erin zetten. Want ook schaduw zelf bevat licht. Dat kun je hier heel mooi zien.